Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Het is tijd voor Mystery Beer. Het is zaterdag. Ik had bier gekregen van... Jari. Ik zeg het elke keer. Jari heeft zo'n waanzinnige biermail gestuurd. Echt bizar. Jari, nogmaals bedankt. Tijd voor de volgende. Craft Beers. Jari heeft het verstuurd via Craft Beers. Super tof, super leuke webshop. Ik heb er even op gekeken, toen dacht ik zo. Mooie bieren daar, ziet er goed uit. Mystery Beer. Wat is Mystery Beer? Nou, je weet het wel. Geen idee wat erin zit. Het is verpakt. En we gaan kijken wat het doet. Wat de smaak is. Wat de geur is. Ja, en... De meeste mensen vinden het tof als Beacon het op zijn smoel gaat. Ja, dat fout, pannenkoek, bla bla. Nee. Ik hoop voor jullie dat dat klopt nu weer. Het gebeurt wel eens. Ik hoop voor mezelf niet. We gaan hem openmaken. Kijken wat hij doet. Oké. Hij is donker. Oké. Ik heb een glas gepakt. Deze van Valhalla. Heerlijk groot glas. En we gaan kijken wat hij doet. Oh mijn god. Kijk nou, lieve mensen. Wat is dit? Ja, is niet zo gek hè. Wat het is. Ik zet er wel vier. Jongen, jongen. Het is zo zwart als nacht. Prachtige schuimkraag trouwens. Echt een beetje dat mokka. Echt hele kleine belletjes. Dat zal het je even laten zien. Bovenop iets groter, maar gewoon over het algemeen hele kleine belletjes. Schonk. Misschien iets, heb ik hem iets te snel ingeschonken of wat dan ook. Maar schonk echt, nou gewoon zwart uit. Ook in het glas. Hij is echt zo zwart als het maar kan. Ziet er goed uit. We gaan kijken wat hij doet in de neus. Nogmaals, Jari, hartelijk bedankt. Het ziet er heel veel, heel beloofd uit. Ik ben benieuwd. Wauw. Zo. Het eerste wat in me opkomt is melkchocola. Melkchocola. Ik zal je eerlijk zeggen, het heeft wel iets weg van... Er zit denk ik wel een barrel character in. Ik weet je dat hout charred ook, zeg maar, dat zit er wel in. Ja, dit moet, als je het mij vraagt, een barrel aged bier zijn. Het zit er goed in. Niet extreem. Niet dat je denkt van zo, een bak whisky of nou ja, wat voor vaten dan ook. Hij zit er wel in. Ik kan het natuurlijk mis hebben. Hè? Ik hoop het voor jullie. Ik hoop voor jullie dat ik het mis heb, want dat is gewoon gigantisch teleurstellend voor mij. Ja. Ruikt goed, wat ik al zei. Melkchocola, vanille. Vol, heel vol. Chocola, ja, wat ik zei, melkchocola. Ik kom de hele tijd tot een melkchocola. Koffie. Ja, ik zat toch weer te denken aan een beetje hopjes vla of zo. Een beetje die kant op, zeg maar. Een beetje de zoete kant. Niet meer zoet. Je merkt wel, ik denk als het barrel aged is, wat ik denk. Je merkt dat die barrel er goed in zit. Ja, en dan wat voor barrel? Lastig. Ik kan wel een keer zeggen bourbon barrel aged, maar weet ik niet. En de geur weet ik niet precies hoe en wat. We gaan hem gewoon proeven. Jari, nogmaals bedankt. Echt waanzinnig. Zelfs de vliegen vinden het geweldig. Oké. We gaan hem proeven. Cheers.
Wow. Wauw. Ik kom nog steeds terug op mijn melkchocola. Dat is niet mijn melkchocola, maar de smaak. Melkchocola zit er heel goed in. Vol. Wauw. Hij is niet te zoet. Ik was bang dat hij te zoet zou zijn, dat heb ik niet gezegd. Dat zei mijn hoofd. Hij is heel mooi. Hij is echt heel mooi. Er zit ook wel een beetje een bitterheidje in de afdronk. Wauw. Hij is heel solide. Dat is ook weer zoiets wat in me opkomt. Solide, hij is heel vol. Solide. En in de neus had ik inderdaad die barrel. Dacht ik het wel. Nu in de smaak denk ik. Ja, ik houd er wel bij. Dit moet barrel aged zijn. Dit moet barrel aged zijn. Zo niet. Echt fantastisch gebrouwen. Kan ook whisky infused zijn. Of wat dan ook. Maar, voordat ik hem open ga maken. Dat zeg ik elke keer. Hè? Dan gaan we natuurlijk wel het rijtje even af. Nederlandse brouwerij? Ik denk het wel. Nederlandse brouwerij, denk ik. Barrel aged? Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik denk het wel. Russian Imperial Stout Barrel Aged. Alcoholpercentage 10%. Ja, 10% Russian Barrel Aged. Russian Barrel Aged. Russian Imperial Stout Barrel Aged. Voor de rest zijn de Nederlandse brouwer, denk ik. Gaan we openmaken en kijken wat hij doet. Ik zweer het, hè. Het is net kerst. Elke keer weer denk ik. Oh. Christmas time. Ik kan jou één ding verklappen. Geen Nederlandse vrouw. Helaas een vrouw. Dus je kan lachen met ze. Je kan lachen. Ik zou het ook doen. Echt wel. Zelfs de hond blaft. Pannenkoek. Ja, dat. Oké. Okay. Ik laat het jullie zo zien. Echt waar. Komt goed. Oké. Nederlandse brouwerij? Nee. Wat dan wel? Volgens mij Frans. Ja, Franse brouwerij. Franse brouwerij. Alcoholpercentage zei ik 10, hè? 10%. 11,5. Barrel aged. Nee. Nee, geen barrel aged. Holy shit. En ja, dat is natuurlijk geniaal. Remy, kom op nou. Het is een Imperial Stout. Vanille. Jeanne Americaine. 11,5% van Fauve. Tof blik. Ziet erg goed uit. Jari, fantastisch bier. Echt waar. Ik zal je eerlijk zeggen, een paar jaar geleden, twee jaar geleden was ik in Frankrijk. Ja, die Fransen af en toe met bier, denk ik, die kunnen gewoon helemaal niks. Althans vind ik. Deze daarentegen, wauw. Fantastisch. Echt super, super lekker. Het enige wat ik goed had, is het Imperial Stout gedeelte. Vanille, ja, nu het zegt. Het is altijd makkelijk praten. Voor de rest, geen barrel aged. Geen 10%, maar 11,5%. Geen Nederlandse brouwerij. Maar wel een fantastisch lekker bier. Jari, dankjewel. Echt waar, fantastisch. Heerlijk. Je hebt me echt weer... sowieso kennis laten maken met het Franse craft beer. Het smaakt echt fantastisch. Echt waar.
top. Bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Hé, kom op nou hè. Druk even op abonneren. En hopelijk zie ik jou de volgende keer gewoon weer op dit kanaal. Hier, Winnie Holland. En de buurtkinderen gaan weer verder. En de vlieg. Zo te zien. Die heb ik ook zin in. Nogmaals, tot de volgende keer. Cheers.